De volgende spreker is een zeer kritisch iemand die ook de alternatieve media heel scherp wil houden. Niet altijd leuk, maar dat hebben we nodig, kritische geesten. Ik heb het hier over Karel van Wolferen, emeritus hoogleraar, 22 jaar journalist geweest bij de NRC toen dat nog een goede krant was. Hij werkt nog steeds 6 dagen in de week, 12 uur per dag, denk ik. En Karel, een hartelijk welkom voor Karel van Wolferen. We zouden hier vandaag niet bij elkaar zijn, waren het niet dat op de 11e september, een aantal jaren geleden, iets gebeurde wat nu bekend is geworden als 9-11, de 11e september. Ik beschouw dat evenement als de middelste van 3 machtsgrepen. De eerste machtsgreep was de moord op John F. Kennedy. We zijn sinds dat gebeurde heel erg veel te weten gekomen over wat er toen eigenlijk gebeurde. En we weten dat dit was een verschrikkelijke misdaad die gepleegd werd met medewerking, heel belangrijke medewerking en sleutelrollen door de toenmalige vicepresident Lyndon Johnson, de Secret Service, een deel van de in het geheim opererende organisaties in de VS, natuurlijk met name de CIA, waar Kennedy van had gezet, het moet in stukjes gedeeld worden. We weten daar nu heel erg veel van. Wat er toen gebeurde, is dat deze eerste staatsgreep in de VS overhandigde de uiteindelijke beslissingen van wat er in Amerikaanse politiek mag gebeuren aan de CIA. Het ook bracht het de voorgeschreven werkelijkheid tot stand. De voorgeschreven werkelijkheid is iets anders dan het officiële narratief. Door de hele geschiedenis door hebben regeringen hun bevolkingen om de tuin geleid met officiële verhalen. En dit is iets heel anders geweest, want als je afweek van de voorgeschreven werkelijkheid, dan kon dat je baan kosten, zeker als je journalist was bij een gevestigd dagblad of omroep. En ook riskeerde je dat je familie of leden van je familie, je werkkring, je vriendenkring, je met de rug ging aankijken. Heel belangrijk. Het was ook heel belangrijk een gelegenheid voor de CIA om de meest succesvolle PSYOP aller tijden, zo zie ik het, te lanceren. Door een wapen te maken van een normaal begrip van samenzwering, waarmee kritisch vermogen van de bevolking kon worden uitgeschakeld. Het is nog altijd heel effectief. In het begin was het niet al te effectief, maar het is steeds belangrijker geworden. En het heeft met de 2 daaropvolgende machtsgrepen een kardinale rol gespeeld. Zoals er straks iemand beneden tegen mij zei, het heeft een gektegrens bepaald. Als je voorbij die gektegrens gaat, dan word je als geestesziek, als krankzinnig. En inderdaad, het vervult nu al een aantal generaties met de angst om voor geestesziek te worden versleten als je dus ideeën hebt die afwijken van wat de voorgeschreven werkelijkheid zegt. Dat was het gevolg van die eerste machtsgreep. Toen kwam de 9-11 machtsgreep. En die tweede machtsgreep, uitgevoerd door in het geheim opererende Amerikaanse en Israëlische krachten, dat verhief de neoconservatieven als beslissend voor het Amerikaanse buitenlands beleid. En de oorlog in Oekraïne hebben wij aan hen te danken. Het was een idee van hen, het programma voor het New American Century,
dat we een Pearl Harbor situatie moesten hebben, waardoor we een hele belangrijke verandering in het Amerikaanse maatschappelijke en politieke stelsel konden teweegbrengen en een oorlog te gaan beginnen tegen, tegen terrorisme. Dat betekende dat inderdaad die werkelijkheid allerlei ingrepen volgde, voornamelijk tegen moslimlanden. Maar daarna werd het iets wat mogelijk was om overal waar regeringen bezig waren om een idee te geven en om een indruk te geven dat ze bezig waren om te proberen de macht van Amerika naar de kroon te steken, om die ook onder handen te nemen. En dat was het 9-11. Je kan geen oorlog voeren tegen terrorisme. Dat kan niet. Waarom niet? Omdat je niet met terroristen om een tafel kan gaan zitten voor vredesbesprekingen. En als je geen vredesbesprekingen kan houden, dan heb je geen oorlog. Dan is het iets anders. Het is ondenkbaar dat je met terroristen vredesbesprekingen gaat voeren. Waarom? Omdat het niet gaat om een oorlog. Het gaat om misdaad. Het gaat om misdaad. En misdaden, een oplettende regering kan natuurlijk heel erg veel doen om te proberen om misdaden uit te roeien. Maar zoals we weten is dat nog nooit gelukt. Nog in de communistische wereld, nog in welk ander dictatoriaal gebied dan ook. En zeker ook niet in de wereld die we nog altijd zien als democratisch, westers, traditioneel westers. Misdaad kan je bevechten, maar je kan het niet oplossen. En waar we nu mee te maken hebben, is een misdaadsyndicaat. En dat misdaadsyndicaat is verantwoordelijk voor de derde machtsgreep. Dat was dan geen staatsgreep, want de uitvoerders daarvan die wilden controle over de hele wereld vestigen. Dus dat was niet een staatsgreep, dat was een machtsgreep. Die machtsgreep die slaagt niet. Het is nu al duidelijk dat dat niet gaat lukken. Omdat een groot deel van de wereld heeft intussen laten zien dat ze niet meer meedoen. En je kan hier nogal schouderophalend op reageren. En dat wordt ook gedaan in de gevestigde media, maar ook in de, wat ik lees, in aardig wat van de zogenaamde wakkere, de zogenaamde alternatieve media. Er wordt nogal wat twijfelachtig gedaan aan of nou echt ook China en Rusland en in al die andere landen die meedoen met de BRICS, die meedoen met de Shanghai Cooperation Organization, die meedoen met de East Asia Economic Union, enzovoort, enzovoort. Allemaal met elkaar vervlochten samenwerkingsverbanden. Of ze nou echt menens iets zijn of dat het nou te vergelijken is met bijvoorbeeld de non-aligned groep gedurende de Koude Oorlog, wat een leuk praatklopje was, maar verder dan een praatclubje kwamen ze niet. Mensen, het is wel iets bijzonders wat er gebeurd is. Alleen al in de afgelopen maanden met de vergadering in Johannesburg van de BRICS-landen, maar ook op allerlei ander gebied is iets tot stand gekomen wat veel te weinig, bijna helemaal niet goed wordt doorzien. Het antwoord van wat er nu daar aan de hand is, betekent dat de invloed van het Westen als bepalend voor het menselijk leven op aarde niet alleen aan het afnemen is, het is straks voorbij. Het is nog moeilijk voor veel mensen te geloven, maar het is wel aan de hand. Het is nogal goed weergegeven in een spotprint van Wouter, die altijd onze meest lachwekkende spotprinten maakt in Gezond Verstand. En die vergelijkt het met een voetbalwedstrijd. Aan de ene kant de G7 en aan de andere kant de BRICS. Ga maar kijken naar het volgende nummer van Gezond Verstand. En daar ziet u het opgesomd in één print. Het betekent dat wat betreft energie ver boven de capaciteit van de G7-landen komt. Vooral na
januari volgend jaar en de daaropvolgende maanden, wanneer steeds meer landen lid willen worden van die groep. En ze staan te trappelen van ongeduld om lid te worden. We hebben dan een bruto nationale product van die wereld die heel erg veel groter gaat zijn dan dat van de G7. We krijgen dan een controle op belangrijke handelsroutes helemaal in handen van die andere landen. Dit zijn geen landen die straks iets heel anders laten zien, die toch in het geheim meedoen. Dit is een idee wat is ontstaan, vooral, jammer genoeg, vanwege James Corbett, die is daarmee begonnen. En ook Off-Guardian mensen die schrijven over dingen, die gaan erop door. Dat stiekem doen ze toch mee met wat er in Davos wordt bedisseld, met wat het World Economic Forum wil doen, enzovoort, enzovoort. Dat is absoluut niet waar. Dat is een cynisme. Dat niet wil zien dat veranderingen in de wereld wel mogelijk zijn. En het ziet over het hoofd wat er werkelijk gebeurt. En als je aan verslaggeving doet, dan kijk je niet naar wat de theoretici zeggen, dan kijk je naar wat je voor je ogen ziet. En dat moet je natuurlijk zo goed mogelijk bekijken. Je kan, en als we het hebben over oorlog, dan, de laatste maanden wordt veel gezegd, ook in de alternatieve media, ook in Gezond Verstand, dat er oorlog wordt gevoerd tegen de bevolking, tegen ons allemaal. En het is aardig om dat zo te zeggen, maar het is beeldspraak. Je moet het niet letterlijk nemen. Het is iets heel anders dan een oorlog die gevochten wordt met tanks en met F-16's of F-5. Het is iets heel anders. Het is een oorlog, maar je kan geen oorlog voeren tegen een bevolking op deze manier, want je kan niet met de bevolking om een tafel gaan zitten voor vredesbesprekingen. Dus het is weer overeenkomstig met terrorisme. Je kan ook niet tegen terrorisme oorlog voeren en je kan niet tegen ons oorlog voeren. Wat je wel kan doen is enorm uitgebreid misdadig tegen de bevolking aanrichten. En dat is wat er natuurlijk met ons is gebeurd. We hebben te maken met een misdaadsyndicaat. De situatie waarin we zijn verwijld geraakt sinds januari van 2020, en nu bijna 4 jaar geleden. Die situatie is ontstaan door een aantal lieden die hun eigen doelstellingen wilden bereiken en dachten, dit kunnen we doen door een crisissituatie aan te grijpen waarbij wij enorm veel controle kunnen krijgen over de bevolking. En u kent het verhaal, het was vergelijkbaar natuurlijk met de terroristen waar angst voor werd aangekweekt. De terroristen in 9/11 had tot gevolg de Patriot-wetgeving waar het congres niet eens tijd voor had om te gaan bestuderen. En een wetgeving die de Amerikaanse staat in staat stelde om het Amerikaanse volk van burgerrechten, normale burgerrechten en normale vrijheden te beroven. Je kan een volk kneedbaar maken door ze bang te maken. Zoals Kees van der Peil zei op de eerste uitzondering die hij en ik hadden op Café Wildschmerz aan het begin daarvan, op 11 maart, dezelfde dag dat Rutte de oorlog tegen het virus aankondigde. Als je de bevolking bang kan maken, dan kan je alles met ze doen. Dat was Rutte die een oorlog verklaarde tegen een virus, maar niet dan de specialisten op gezondheidsgebied maanden om te gaan onderzoeken welke bestaande geneesmiddelen tegen die levensbedreigende ziekte zouden kunnen worden gebruikt. Integendeel, die mochten juist niet worden gebruikt. Die werden verboden. En
Het is zo dat nog altijd nu is er een verbod op werkende medicijnen waar sommige artsen zich altijd nog aan houden. Alleen in dit geval was een van de zeer weinige artsen met een ruggengraat, Rob Melens, die zag dat een aantal van zijn patiënten de dood vonden in een ziekenhuis vanwege helemaal verkeerde behandeling. En die heeft toen hydrochloroquine gaan toepassen. Dat was een antimalaria-middel. Dat had hij leren kennen in zijn ervaringen in de tropen. Ik heb het zelf ook in de tijd genomen op het grensgebied van Thailand en Cambodja enzovoort tegen malaria. Volkomen onschuldig en het werkte altijd. We denken dat het goed werkte, want ik heb ook nooit malaria opgelopen. We hadden dus te maken met iets, een misdaad waarvan we de rijkwijde en de diepgang niet konden zien, niet konden begrijpen. Een misdaad waar eigenlijk, wat kon je er tegen doen? En dit is heel belangrijk, want verzet hiertegen is natuurlijk nodig. En ik heb de afgelopen jaren mij steeds meer zorgen gemaakt over het feit dat er geen verzet tot stand komt. Geen georganiseerd verzet wat betekenisvol is. Want het gezamenlijk uiten van misnoegen met wat de regering allemaal verkeerd doet, dat is geen verzet. Een verzet om te beginnen is nodig om de vijand te leren kennen. En ook de veranderingen binnen die vijand, want die zijn er wel degelijk. En die veranderingen binnen de vijand, we krijgen ruzie met elkaar. En omdat het hele grote gebeuren zoals ontwikkeld in de VN-aanhangsels, de Wereldgezondheidsorganisatie en de World Economic Forum en dergelijke, coördinerende organisatie, dat niet meer kan, omdat met een groep, want dat syndicaat bestond uit verschillende groepen, één daarvan waren de financiële, de belangrijke, de BIS-mensen en de centrale bankiers enzovoort, die zaten met grote problemen en die dachten om in een vrij laat stadium dat ze ook gebruik konden maken hiervan. Wat zij toen in gedachten hadden, is niet langer mogelijk. Het kan niet meer, ze kunnen iets proberen. Wat er dan gebeurde, was een vijand die vooral nu op dit moment aan het werk is in Europa. Met Nederland als een heel bijzonder land. Want Nederland, die vanwege die merkwaardige Rutte, die heeft een voortrekkingsfunctie aangenomen. En heel erg veel van wat ze wilden doen, wat er dus gepland werd in het World Economic Forum en de WHO enzovoort, dat is komt in Nederland het meest dramatische tot uiting. Dus daarom boeren weg om ruimte te maken voor die agrarische belangen die met Bayer en Monsanto, waardoor de BBB is ontstaan. Al die ondersteboven vlaggen moesten weer omgekeerd worden en dat is gelukt. We hebben te maken met een situatie die we nooit eerder hebben meegemaakt. Het is heel belangrijk om te beseffen, want er wordt wel een vergelijking gemaakt met verschrikkelijke tyrannieke toestanden in het verleden, van dictaturen enzovoort. Er is heel veel over geschreven. Maar pas op, wat we nu meemaken, heeft de wereld nog nooit eerder meegemaakt. En dat betekent dat je naar de details moet kijken. Dat betekent dat je steeds opnieuw weer moet onderzoeken hoe datgene wat we nu meemaken verschilt van datgene wat de wereld eerder heeft meegemaakt. Het is heel erg. En dat weet u ook. U weet ook dat we nog niet een deel hebben gezien van wat er komen gaat. En wat er gaat gebeuren als gevolg van een succesvolle poging om met dus eugenetica bezig te zijn. Met het uitwieden van een deel van de bevolking, omdat er te veel mensen op de aardbodem zouden rondlopen. En nu krijgen we dus te maken in de komende maanden vooral met het gevaar van klimaat, CO2-uitstoot en noem maar op. Het is te gek voor woorden, want het is allemaal heel erg aantoonbaar onjuist. Het is allemaal heel erg aantoonbaar onwetenschappelijk. Maar dit is het geheim van Goebbels. En soms kan je wel eens op hem wijzen als iemand die geheimen heeft ontdekt. Met wat propaganda betreft, je moet het officiële verhaal
dusdanig van de werkelijkheid af laten wijken, dat er, dat is 180 graden, precies het tegenovergestelde. Dus met stikstof en CO2 is het precies het tegenovergestelde. Wat goed is voor plantengroei en bossen en noem maar op, allemaal wordt voorgesteld als schadelijk voor diezelfde dingen. Daarin kan je wel herkennen wat er door de maatschappijplegers van nu wordt gedaan. Verzet moet bestaan uit het volgen, het bestuderen van die vijand, waar die vijand mee bezig is. Betekent ook de zwakheden van die vijand, die ik net heb genoemd, benoemen. En gebruik maken van momenten waarop die zwakheden dus werkelijk ook fataal worden daarvoor. Als je naar de Verenigde Staten kijkt, dan is er heel veel in beweging waar dat ook tot op zekere hoogte gebeurt. Waar dat inderdaad ook in sommige deelstaten gebeurt. Verder heb je daar nou ook nog altijd merkwaardige situaties. Californië is heel verschrikkelijk erg. Ik kom er net vandaan, van de VS. En als je op doorreis bent door verschillende staten, ik heb 8 staten zijn me doorgereden. En je kijkt naar advertenties voor motels in Los Angeles. En dan kom je tegen motels die zeggen, ja, tussen de occupancy van units liggen altijd 72 uur om het virus de kans te geven om te ontsnappen. Dus er zijn ook nog krankzinnigen en die tref je vooral aan in de gouverneur natuurlijk van Californië en de mensen die daaronder hem zitten. Verder, ja, de meeste Amerikanen die heleboel en wat we schrijven op alternatieve media is aanzienlijk beter dan wat we hier te lezen krijgen. Ik moet nogmaals zeggen, en ik heb die oproep eerder gedaan, doe mee met ons, probeer te helpen. Probeer onderzoek te doen, probeer de details, want het grote geheel, het grote picture, dat verbergt zich in de details. En misschien is het dan mogelijk om dingen te zeggen, ik denk bijvoorbeeld, als, misschien zou het niet werken, maar als de mensen die denken wij hebben alternatieve media en wij betekenen iets, als ze gezamenlijk 1 ding zouden zeggen. 1 ding, en dat is, we moeten absoluut onze banden met de EU en met de WHO verbreken. Want allebei zijn het organisaties die misdadigers de gelegenheid hebben gegeven om over ons de scepter te zwaaien. Het zijn dus terroristische organisaties. Als dus alle alternatieve media met 1 stem dat zouden zeggen, dan zou dat mogelijk doorklinken in de gevestigde media. Dan zouden ook bijvoorbeeld kranten zoals de Telegraaf, die doet dat al een beetje, dat moeten registreren. Dan zou natuurlijk enorm veel tegenwerking komen, maar dan misschien dat je daar dan iets hebt gedaan wat betekenisvol is. En dan verder natuurlijk absoluut weigeren om mee te doen met alle komende verordeningen van mondkapjes, van afstand houden, van prikken nemen enzovoort. De nieuwe prikken, die komen allemaal met mRNA en ze zijn allemaal levensgevaarlijk. Dus, dan kom ik verder op een oorlog. Verder op een oorlog waar natuurlijk ook vandaag over zal worden gesproken. En dat is die oorlog in Oekraïne. In de oorlog in Oekraïne, als je daar iets tegen wil doen, dan moet je zien of je in staat bent om de neoconservatieven te overreden om ermee op te houden. Good luck. Good luck. Het is te laat. Het gebeurt niet meer. Er was een kans in Istanbul, waren er de voorbereidingen van vredesbesprekingen. En die zijn heel erg gesaboteerd door diezelfde neoconservatieven natuurlijk. En toen nog anderen ook op sommige niveaus van de Amerikaanse militaire leiding. Die moet ook worden onderzocht. Wie denkt wat? Welke groepen binnen die Amerikaanse legerstelsel functioneren nog zoals vroeger en welke hebben hun ideeën veranderd en welke zijn nu bezig om een oorlog met China voor te bereiden? Allemaal dingen die absoluut moeten worden onderzocht omdat het gaat om onze toekomst. Ja, ik denk
dat we vanuit de Europese landen weinig kunnen verwachten. Want als vazallen van de Verenigde Staten hebben die economische zelfmoord. Zijn ze bezig met economische zelfmoord aan het plegen? Het is allemaal verschrikkelijk. Nogmaals, het is niet makkelijk, vredesbesprekingen. Het idee van pacifisme, ik ben er heel sceptisch over. Want ik kan me nog heel goed herinneren dat mijn vader met zijn verzetsvriendinnen die over de vloer kwamen vlak na de oorlog. Ik ben in het eerste jaar van de bezetting geboren en ik heb heel veel van mijn vaders verzetsvrienden leren kennen. En ze hadden geen goed woordje over de mensen met het gebroken geweertje. Want als je met het gebroken geweertje gaat handelen, dan kies je de kant van de vijand. Oké. Er zijn parallele ontwikkelingen geweest die hebben geleid tot onze situatie van vandaag. Het is niet alleen maar die drie machtsgrepen die ik heb genoemd. Er is heel veel anders wat er gebeurd is. En dat heeft te maken gehad met zeg maar het ondermijnen van westerse beschaving in het algemeen. Al die dingen tellen. Al die dingen moeten worden bestudeerd. En ik hoop dat u gaat meehelpen. Ik hoop dat sommigen van u misschien zo zijn, dat ze ook wel eens willen proberen iets voor ons te schrijven. Dat is in elk geval mede. Nogmaals, ik dank u voor uw aandacht en nog een hele plezierige dag verder.